zorgen maken heeft nog nooit iets opgebracht. En als je dan op het punt staat om iets belangrijks te doen, stop het dan maar gewoon even weg. Met zorgen maken ga je de wereld niet winnen. Ik denk niet dat ik een hogere pijngrens heb dan iemand anders, maar ik denk dat pijn, net zoals verdriet, er eigenlijk gewoon wel mag zijn. Laten we vooral niet verdrinken in ons eigen verdriet, zei ze altijd tegen me. Ik kan gaan zitten afwachten tot ik een keer doodga, of ik kan iedere dag weer opnieuw van het leven genieten. Carpe diem en pluk de dag. Ik moet weer dat gaan doen wat ik leuk vind, want ik ga langzaam gewoon een beetje dood. Ik heb in het bedrijfsleven gewerkt, waarbij het eerste half jaar mensen niet eens wisten dat ik een onderbeenprothese had. Zorg ervoor dat je niet helemaal die put afdaalt van negativiteit. Want dan duurt het ook weer zo lang en dan kost het zoveel kracht en energie weer om daaruit te klimmen. Voor mij was het heel logisch. Ik denk van, nou, ik heb gewoon een grote tas met allemaal voeten daarin nodig. En dan kan ik eigenlijk weer de hele wereld aan. Ik ben Bibian Mentel en in mijn masterclass ga ik je meenemen in de wereld van topsport, mindset en het beste uit jezelf halen. Thank you.